aanhoudingsteam van de politie. Ja, het optreden van de politie ligt de afgelopen maanden onder een vergrootglas. Vooral de speciale aanhoudingseenheid die een burger opereert, die moet het ontgelden. Zij zouden tijdens demonstraties rellen uitlokken en onnodig veel geweld gebruiken. Afgelopen weken keerden demonstranten zich meerdere malen tegen hen. Ja, ze zijn het zat en geven daarom voor één keer openheid van zaken. Politiecommandant Jos van der Velde en twee mensen van zijn team zijn hier. Goedenavond, heren. Meneer van der Velde, er zijn regelmatig demonstraties tegen die anti-corona-maatregelen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld afgelopen vrijdag ook nog. Daar was uw eenheid ook bij. Klopt. Wat moet u dan doen? Wat is uw opdracht? Nou, we maken deel uit van de mobiele eenheid. En onze taak is specifiek waarnemen, kijken of er strafbare feiten gepleegd worden. En daar waar mogelijk ook aanhoudingen verrichten. Ja, en gebeurden de strafbare feiten vrijdag? Enkele. Niet heel veel, dus nee, enkele. Ja. Nee. Nou zit u hier, volgens mij, aan tafel om te vertellen dat dat niet goed gaat, hè? Het opereren van uw eenheid. Ja, nou ja, niet goed gaat. We hebben heel veel last van het filmen. En de verhalen die er op internet allemaal rondgaan over ons, dat wij geweld uitlokken. Daar hebben we last van. En zeker die erkenningen die dan geplaatst worden. Ja, dat maakt ons het werk zeker niet makkelijker. Ja. Ja. Meneer van der Velde, u bent commandant. U hebt twee mannen meegenomen uit uw eenheid. Allebei Michel heet ze voor het gemak. Ja. Michel C en Michel U. Achternamen noemen we niet op jullie uitdrukkelijke verzoek. Jullie opereren, als jullie dit werk doen, in burger. Jullie zitten hier vanavond in uniform. Waarom is dat? Waarom vanavond nu in uniform? Nou ja, kijk, normaal gesproken doen we ons werk inderdaad in burger. En dat is zo laat mogelijk herkend te worden. Zodat we ons goed tussen de menigte kunnen begeven en daarin waarnemingen te doen. We zijn ook gewoon normaal politieagent. Het is een taak die we erbij doen. Ja. Dus normaal gesproken werken we ook in uniform. Ja, maar je wil zo laat mogelijk herkend worden. Maar vervolgens zitten jullie hier aan tafel. Ja. En nodig in uniform. Dus alle ogen zijn jullie op jullie gericht, kan ik me zo voorstellen. Waarom zitten jullie hier dan? Nou ja, wij vonden met name de grens voor ons was de verschillende oproepen die verschenen zijn. Waarbij burgers oproepen doen om adresgegevens voor ons te achterhalen. Dat komt dan wel heel dichtbij. Ja. Wij doen ons werk, dat is politiewerk. Dat is met aanzienlijke risico's. Maar dat gaat te ver. En dat was voor ons wel de reden om hier dus ook aan tafel te verschijnen. Ja. Ja. Hier zien we beelden, dit is bij de boerenprotesten. Hè? En daar staat dan, dat wordt op deze manier op social media gedeeld. Nieuwe undercoveragenten gesignaleerd bij het boerenprotest. Herkent u deze mensen? Wij zijn geïnteresseerd in de namen van deze personen. Wat denkt u als u dit ziet? Nou ja, dat gaat voor ons een grens over. Wij moeten ons werk doen. Dat is werk met een risico. Dat vinden we niet erg. Maar als mensen op zoek gaan naar onze namen of naar onze adresgegevens, dat gaat gewoon te ver. Dat komt te dichtbij en daar hebben we last van. Voelen jullie je wel eens onveilig? In het werk? Of... Ja? Nee. Nou ja, of, je mag meer vertellen als je wil. Maar... Nee. Ik bedoel het werk, ja. Nee, in het werk niet. Wij zijn op elkaar aangewezen, maar ook heel goed op elkaar ingewerkt. Ja. We kunnen ook heel goed risico's inschatten, denk ik. Op het moment dat wij bij dit soort dingen aan het werk zijn. Gebeuren ook relatief weinig ongelukken en dat soort zaken. Dus nee, dan voel ik me niet onveilig. Nee. Ja. Meneer van der Velde, ik ga even naar u. U bent de commandant. Mm-hmm. Wij zagen net wat beelden. Met jullie kerntaak is eigenlijk de-escaleren. Hè? Zeg ik dat goed? Nou ja, wij proberen die aanhouding te verrichten met inderdaad een zo laag mogelijk risico. Ja. Maar dan zien we die beelden. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat mensen misschien soms ook wel denken. Jullie zijn ook best wel stevig aan het inslaan soms op demonstranten. Er worden wel eens mensen aangehouden. Dat gaat niet zachtzinnig. Dat gaat stevig aan toe. Ja. Snapt u dat mensen dan wel eens denken van ja, dat kan wel een tandje minder. Ja, dat snap ik echt wel. Alleen de mensen die dat vinden, die weten vaak niet waarom die persoon wordt aangehouden. Wij weten dat wel. En het kan ook zomaar zijn dat dat al enige minuten geleden daarvoor gebeurd is. Dat die man of vrouw stenen gegooid heeft of vuurwerk naar ons gegooid heeft. Ja. En die gaan we aanhouden. En wat hier op het beeld te zien is, ik zie sowieso niet heel veel slaan. Ik zie vooral heel veel dreigen met slaan.
En wat ik ook zie, en dat ik ook weet dat het gebeurt, dat er heel vaak wordt gewaarschuwd dat mensen weg moeten. Anders gaan wij geweld gebruiken. Dat zijn we verplicht om te doen. En dat doen we ook. En als mensen dan iedere keer terug blijven komen, ja, het houdt een keer op. Ja. En ja, dan wordt er wel eens een. Dan wordt er geweld gebruikt, zeker. Ja. En jullie zijn getraind om geweld te gebruiken. Jullie zijn, ja, hè, alle drie ook stevige kerels. Is het altijd proportioneel? Dat beogen we wel altijd. En ik zal de laatste om te zeggen dat dat altijd zo is. Maar wij zijn ook wel verplicht als wij geweld gebruiken om dat te melden. Dat wordt er allemaal op papier gezet. Er wordt ook intern naar gekeken. En als het niet proportioneel is, dan gaan ook maatregelen volgen. En als het echt buiten alle proporties is, kan het ook zomaar een strafzaak worden. Men moet daar heel transparant in. En dat gebeurt wel eens? Dat gebeurt zeker, ja. Dat, ja, er een strafzaak wordt gevoerd tegen de politie? Gelukkig niet heel vaak. Tegen jullie eenheid? Ja, gelukkig niet heel vaak. Maar intern worden wel degelijk maatregelen genomen als wij zien dat mensen van ons, ja, disproportioneel geweld gebruiken. Ja. Ja. Wel eens gehad, Michel, dat je achteraf dacht, dat was misschien een beetje te stevig? Nee, ik zelf niet, nee. Nee? Nee? Jij, Michel? Andere Michel? Nee, niet in die zin. Nee. Maar wel eens meegemaakt van collega's misschien, wel eens voorbij, ja, zien zeker komen? Dat is wel eens gebeurd, ja. Maar er zit ook vaak wel een spiraal in. Hè? Wij zijn vaak al langer bezig met die inzet. En als daarvoor al met stenen gegooid is, dat doet ook wel iets met je. Ja. Je hoort een fles wijn tegen je bus uit elkaar spatten terwijl je er vlakbij staat. Dat doet ook wel iets met je. Waardoor ik niet kan uitsluiten dat inderdaad een tandje harder gaat in je hoofd ook. Ja. Maar we zijn wel getraind om daar echt wel goed mee om te gaan. En in het algemeen gaat dat gewoon hartstikke goed. Want wat is nou jullie Erik had het net over de-escaleren. En toen zei u soms. Even voor mijn beeld, hè. Bijvoorbeeld afgelopen vrijdag. Maar het kan ook dat we het hebben over augustus. Er zijn zoveel van dat soort momenten zeker geweest. Schets eens even heel kort wat er nou precies gebeurt. Er gebeurt iets en op welk moment komen jullie ingrijpen? Ja, dat is heel erg situationeel afhankelijk. Wij proberen die aanhouding te doen met zo min mogelijk risico. En we wachten ook vaak een tactisch moment af. Wij kiezen er niet voor om een aanhouding te doen midden in de groep. Nee. Want dan weten we dat we iedereen over ons heen krijgen. Dus we wachten vaak. Maar ja, goed, het kan iedere keer weer veranderen. Maar wie arresteren jullie? Op wie zijn jullie uit, zeg maar? Ja, we echt wel op de grotere raddraaiers die of een demonstratie echt gaan verstoren. Wat ook een nadeel is voor de mensen die met goede bedoelingen daar zijn. En ook wel vaak mensen die of stenen gooien of vuurwerk gooien. En wat we ook wel eens hebben gehad, dat mensen gewoon een putdeksel naar ons toe gooien. Ja, volgens mij ben je dan niet helemaal goed bij jou. Nee. Ja, dat is natuurlijk, ik kan me dat wel voorstellen. Dat is misschien ook wel een frustratie die bij jullie leeft. Hè? Want iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Alles wordt gefilmd. En dan zien we vaak een filmpje. We zien de heftigheid. Maar we zien vaak niet het verhaal vooraf. Nee, en dat maakt voor ons ook wel lastig. Hè? Want wij moeten ons iedere keer verdedigen. Omdat mensen dat filmpje zien vanaf het moment dat wij die aanhouding doen. Mensen weten niet wat die persoon gedaan heeft. Wij wel. Ja. En er wordt van tevoren echt wel een afweging gemaakt van, joh, wat gaat het risico opleveren van die aanhouding? Kan het nu? Wordt echt goed over nagedacht. Nou, u wilde graag een filmpje laten zien, geloof ik. Rellen rond Ajax-Juventus. Ja, zeker. Ja. Zullen we er even naar kijken? Ja, beschrijft u vooral wat we zien. Ja, nou prima. Nou, hier zie je dat er ook gegooid wordt met stenen. En dat is er echt al enige tijd aan de gang. Hier in het midden doen wij een aanhouding. De ME komt er overheen, waardoor wij relatief veilig zijn. Er wordt nog steeds gegooid. Wij hebben ook geen helm op, dus wij proberen zo snel mogelijk weg te lopen en een veilige plek te zoeken. Laten we het even nog een keer bekijken, want voor alle duidelijkheid, we zien die linie ME'ers die zien we staan. Ja. En op een gegeven moment komt er een groepje mensen uit die demonstranten. Ja. En dat zijn jullie, hè? Dat zijn wij. En we staan ook echt wel met gevaar, zeg maar. En wat Michel net ook al aangaf, als wij overal maar onderkend worden, dan kunnen we daar ook niet meer tussen staan. Dus dat betekent dat we ook niet die aanhouding kunnen doen van die man die stenen gooit. Als jullie overal herkend worden. Ja. Ja, ja. Na vanavond is dat zo, denk ik. Nou ja, maar dat is ook wel een ding. En wij steken onze nek ook wel een beetje uit. Ja. Maar wij met z'n drieën vinden gewoon dat het gewoon klaar is. En dat we ook wel eens een keertje in tegengeluid moeten kunnen laten horen. En wat is er dan precies klaar? Het gedoe op internet, hè? Het framen, zeg maar. Wat Michel net al aangaf, dat ze onze adressen naar boven willen halen. Gebeurt echt. Dat proberen ze, ja. En gelukkig de beeld heeft de politie dat goed opgepakt en is dat van internet afgehaald. Maar ik heb gewoon een privéleven waarbij ik niet zit te wachten om dat mensen weten waar ik woon en wat ik doe. Ja. Nou, denk ik dat dit, hoe vervelend het ook is, een teken is van deze tijd. Sinds internet er is, nou, is er al een tijdje. Is er al een tijdje, maar die filmpjes, ja, je ziet het steeds vaker en het zal zeker niet ophouden. Is dat iets waar jullie gewoon, maar hoe ellendig het ook is, maar mee moeten leren leven dan? Ik snap best dat mensen dat heel interessant vinden. En we gaan ook echt niet iedereen aan onze kant krijgen. Dat hoeft ook helemaal niet. Je mag best negatief over ons denken, dat snap ik. Alleen, ik zou het wel heel fijn vinden als mensen iets meer de moeite nemen om het hele verhaal te kennen en iets meer de context ervan te weten.
dat wij niet zomaar iemand eruit plukken. Want we zijn er ook voor ieders veiligheid. Laten we nog eens hebben over het frame. Hè. U zegt, daar maak ik me zorgen over dat het gebeurt. Er was een filmpje, dat werd afgelopen zomer werd dat vaak gedeeld. Ook een anti-corona maatregelen demonstratie. Kijk, dat zien we hier. Ja. En hier zijn volgens mij een aantal mensen uit jullie eenheid die proberen iemand te arresteren. Ja. En die trekken zich vervolgens terug in het busje. Ja. En dit was die demonstratie waarbij ook hooligans van verschillende voetbalclubs in actie kwamen. Ja. Dit werd later veel gedeeld. En hier werd over gezegd, Thierry Baudet, die retweette dit bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die zei daarover, ja, wie zijn nou de hooligans? En daarmee eigenlijk insinuerend. Ja. Het is de politie. Kijk, hier zien we dat. Hè? Ja. Het waren inderdaad de hooligans die het geweld begonnen. Hier zie je welke hooligans het zijn. Daarmee insinuerend. Hè? Dit werd dan gedeeld door de gele hesjes.nl. Ja. Ja. Daarmee insinuerend dat jullie dat zijn. Ja. Wat vindt u daarvan als u dat ziet? Nou, laat ik één ding benadrukken. Wij zijn niet de hooligans. En als wij een aanhouding doen, wat ik net al zei, dat is echt wel een pittige strafbare feit. En wat je hier ziet, die aanhouding wordt ingezet, maar ze kunnen hem niet doorhalen, omdat de veiligheid in dit geding is. Ze lopen tegen die roadblocks aan. Dan beslist de commandant om de verdachte los te laten en voor onze eigen veiligheid te kiezen. En dan gaan we inderdaad zo snel mogelijk naar ons busje toe. Want anders zijn wij niet veilig. Ja. En er wordt daarbij ook nog geroepen, kom, we gaan ze pakken. Ja, dat doet ook wel iets met je. Dan moet je tegen kunnen verweren. En dan hebben we inderdaad, als het nodig is, eventueel een wapenstok bij ons. Ja, Michel en Michel, even tot slot. Heb je nog een beetje plezier in je werk? Ja, zeker. Ja? De saamhorigheid binnen de groepen die is gewoon heel groot. En ja, het is voor ons nog steeds heel fijn samenwerken. Maar het is wel zo. Mensen vergeten wel eens dat wij beginnen niet met een inzet, omdat we denken van, goh, we gaan vandaag eens even lekker iemand in elkaar slaan. Nee. Dus ja, we willen gewoon ons werk doen. En mensen moeten misschien een beetje normaal doen. Kan ik me dat zo voorstellen. Sowieso. Nieuwe normaal doen. Nieuwe normaal doen. Ja. Dank. Heren, dank je wel.